Showpicken. Een jonge man was bezig de traanplatenomloop te monteren. Ik keek er met gemengde gevoelens naar. Uren heb ik erop gestaan, kijkend naar de botsautootjes, telkens graaien in mijn broekzak of er toch geen gulden of zo in zat. Soms liepen mijn vriendjes en ik speurend het kermisterrein over op zoek naar verloren muntjes. De wekelijkse zakcenten waren bij lange niet genoeg om de middag door te komen. Ook al omdat de grijpers even verlokkelijk waren. Op de vraag of ik meer zakgeld kon krijgen, reageerde mijn vader met: "Kies wel ouwe kring." Jaloers keek ik naar de jongens met leren jekkies die voor 25 gulden munten kochten. Nog jaloerser was ik op de knaap die er werkte en lege botsautootjes parkeerde, het liefst achteruitrijdend, soms iemand hielp of een paar rondjes maakte om een meisje te vlooipiepen. Eén zaterdag voelde ik me de koning te rijken met eindelijk, ik weet niet meer waarom, geld voor 10, 15 muntjes. Stoer liet ik me in een autootje zakken, klaar om een beetje te showpicken, om een minuut later gered te worden door de door mij bewonderde knaap. T-shirt onder het bloed nadat ik met de kin op het stuur klapte. Mijn ouders leerden die dag dat als een kind thuis kwam met een pleister, meteen eraf dat ding en direct door naar de huisarts. Het litteken is gebleven en er zat op weg naar huis niks anders op dan de vele muntjes huilend weg te geven aan twee meisjes.